Welkom bij Spellenzonder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Tea, Scones en Arsenic, uitgegeven door Robin Red Games. Het is een spel voor 1 tot 6 spelers waar je ongeveer 15 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel kruipen we allemaal in de huid van Britse aristocraten die strijden om de erfenis van een overleden oom. En dat doen we onder het genot van thee en koekjes, alleen de koekjes zijn voor een gedeelte vergiftigd. Het doel is om zoveel mogelijk koekjes te eten zonder daaraan te bezwijken. En degene die dat voor elkaar krijgt, wordt uiteindelijk de winnaar. Het spel wat ik jullie ga laten zien is nog een prototype, dus de uiteindelijke vormgeving en regels kunnen nog veranderen ten opzichte van wat ik jullie laat zien. Maar laten we eens een blik werpen op wat er in de doos zit. Wij krijgen de spelregels, ik heb hem in het Engels en in het Frans, maar ik zag dat er ook al Nederlandse regels waren. Maar de spelregels op zichzelf zijn niet zo complex. Het is een bluffspelletje waarbij je ook nog een keer een beetje probeert in te spelen op elkaar. Met een variant die al bij deze box in zit. En mocht je het willen doen onder het genot van echte scones, het recept om scones te maken. We krijgen de verschillende karakters die we kunnen spelen. Met aan de voorkant natuurlijk jouw Britse uiterlijk. En aan de achterkant wat er gebeurt als je te veel arsenicum naar binnen schrokt. We krijgen de theelepeltjes uitbreiding, de suikerklontjes en de verschillende koekjes met op de achterkant verschillende waardes met vergif. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel aan het begin uit. Elke speler krijgt een karakter. Je krijgt 3 suikerklontjes. En mijn advies is om gelijk de uitbreiding met het theelepeltje erbij te doen. De koekjes worden met de koekjeszijde naar boven allemaal in deze box gelegd en geschud. En het doel, zoals ik al zei, is om degene te zijn die uiteindelijk de meeste koekjes heeft. Afhankelijk van het aantal spelers is er een giflimiet. In een 3-spelerspel is de lethal dose 10. Dus als je 10 of meer vergif naar binnen krijgt, dan lig je sowieso uit het spel. Maar zo zetten we op. Laten we maar eens een potje gaan spelen. Bij een willekeurige startspeler aan, dan met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, heb je eigenlijk 2 keuzes. Ofwel, je past en dan stop je dus met spelen. Of je pakt een koekje. En als je een koekje pakt, dan ga je gewoon zoeken in de koektrommel. Je pakt er een koekje uit en je bekijkt de achterkant. En op de achterkant staat hoeveel vergif er in het koekje zit. Dit is een heftige. Er zijn 6 soorten koekjes. En van elk koekje zijn er 6. En op de achterkant staan verschillende waardes. Elk koekje, of elk soort koekje, heeft 2 koekjes waar geen vergif in zit. 2 koekjes waar er maar 1 in zit. En eentje met 2 en eentje met 3. Als je een koekje pakt en je hebt hem bekeken, dan mag je kiezen of je hem opeet, dan leg je hem op je bord. Of, in dit geval vind ik 3 best wel pittig, mag je ervoor kiezen om een suikerklontje te betalen. En dan gooi je het koekje weer terug in de koektrommel. En dan is je beurt voorbij en dan gaat de volgende speler. Die pakt weer een koekje, die kijkt ernaar en die beslist, eet ik hem op of gooi ik hem terug, zolang die speler suikerklontjes heeft. En zo ga je vrolijk verder en probeer je dus koekjes te eten. Je mag op elk willekeurig moment de stapel koekjes die je hier hebt liggen bekijken om te tellen hoeveel vergif heb ik nu. Uiteraard op het moment dat je daadwerkelijk op de lethal dose komt, in een 3-spelerspel is dat 10, en meer spelers wordt die steeds lager, dan ben je gelijk uit het spel en moet je dat aangeven. Nou hebben we ook allemaal nog een theelepeltje gekregen. Als iemand een koekje pakt en die speler zegt, oh dat vind ik een mooi koekje, dat wil ik houden. Dan kun jij die speler op zijn vinger stikken, dan ben je je lepeltje kwijt en dan moet hij het koekje weer terugleggen. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een aantrekkelijk koekje naar binnen haalt. Maar dat blijft altijd nog wel een gok, want je weet nooit precies of iemand het speelt of daadwerkelijk een goed koekje te pakken heeft. Maar zo gaan we vrolijk verder. Als op een gegeven moment een speler zegt, ik pas, bijvoorbeeld je zit al op 8 vergif en je hebt niet zo'n behoefte om nog een extra koekje te nemen, dan kun je dus in plaats van het pakken van een koekje zeggen, ik pas. En dat verplicht de resterende spelers om 2 honor rounds te spelen. Zij moeten eerst 2 rondes lang nog koekjes eten voordat een volgende speler überhaupt mag passen.
Daarbij mogen ze nog wel steeds gebruik maken van eventuele suikerklontjes die ze hebben. En pas effectief in de derde ronde mag iemand zeggen, oké, ik ga nu passen. En dat triggert automatisch weer een dubbele onderround. En zo gaan we door tot alle spelers ofwel gepast zijn, ofwel te veel vergif hebben gehad en uitgeschakeld. En van de spelers die nog leven, gaan we gewoon tellen hoeveel koekjes heb jij uiteindelijk weten te verorberen. En degene die de meeste koekjes heeft gegeten, wordt de winnaar. Mocht er een gelijk spel zijn, dan ga je kijken wie het minste vergif heeft op de koekjes die ze hebben verzameld. En zo wordt Tea, Scones en Arsenic gespeeld. Tea, Scones en Arsenic is een vermakelijk partyspelletje wat erg toegankelijk is, omdat de regels lekker eenvoudig zijn gehouden. Wat leuk speelt met een beetje sociale deductie. Is iemand aan het liegen en wat voor keuzes maken ze over de koekjes, wanneer start je de all-around. En het heeft een fantastische vormgeving. De doos met koekjes ziet er heel gaaf uit. Met artwork op de verschillende spelersbordjes. Ik vind de British High Society karakters grappig, maar wat ik vooral heel grappig vind is aan de achterkant heb je natuurlijk je kopje vol met vergif en de doodskist waar een handje uitsteekt. En daar zit ook nog kleine kwinkslaagjes aan humor in verstopt. Maar ook gewoon de suikerklontjes en de theelepeltjes, de hele vormgeving. En dit is nog maar een prototype, is erg gaaf gedaan. Het spel zelf is vermakelijk. Ik heb wel gemerkt dat het een beetje afhankelijk is van de groep. Als je dit droog speelt, dan is er weinig lol uit te halen. Maar het is natuurlijk vooral een beetje kijken van, als iemand een koekje pakt en ze houden het, kan ik dan met mijn lepeltje op die vingers slaan om een goed koekje terug te laten leggen? Of kan ik zo bluffen dat iemand mij dwingt om een koekje met 2 of 3 vergif terug te laten leggen? Waardoor ik daar niet mijn kostbare suikerklontjes voor hoefde in te zetten. En het pusherluck element daarin vind ik vermakelijk. Ik heb het gespeeld met 2 spelers en met grotere groepen. Met 2 vond ik het eigenlijk best nog wel heel erg leuk uit de verf komen. Het is echt een beetje een battle of wills. Wie kan het hardste bluffen? De on-around is dan een leuk middel om iemand die misschien net op het randje hangt te dwingen nog 2 koekjes op te eten. Zeker als die persoon dan weer geen suiker meer heeft op dat moment. Speel je het met een grotere groep, zeker richting 4, 5 of 6. Dan vind ik het on-around systeem zoals het op dit moment bij de regels zit heel lastig. Zodra de eerste speler past, dan moet iedereen dus 2 rondes lang koekjes eten. En dan degene die naast degene zit met die net gepast heeft, is vaak degene die dan vervolgens past, waardoor de rest weer 2 rondes aan koekjes moet eten. Nou, als je dan dus eigenlijk rechts van degene zit die past, dan weet je al dat je zoveel koekjes moet eten dat je het waarschijnlijk niet gaat overleven. Dus dat wordt misschien nog aangepast. Dat is in ieder geval iets wat ik bij grotere groepen iets minder sterk vond. Maar alles bij elkaar genomen is Tea, Scones en Arsenic gewoon een vermakelijk partyspelletje. Het is toegankelijk, je legt het makkelijk op tafel, het speelt snel. Het is leuk omdat je een beetje elkaar in de gaten houdt. Je probeert wat te bluffen en af en toe moet je ook natuurlijk geluk hebben met welk koekje je pakt. Of je niet de hele tijd bergen met vergif naar binnen aan het harken bent. En de vormgeving zelf is fantastisch. Het steekt er niet bijzonder bovenuit. Het is ook niet een spel wat ik heel veel zal spelen, maar het is absoluut een plezierig spelletje om even tussendoor te gooien. En vandaar dat ik het een 6 heb gegeven. Spellen zolder.